We zijn hier bij onze kraamafdeling. We hebben hier de kraamhokken. En ieder hokje, daar zit een ooi in die net gelammerd heeft. Dus de een heeft twee en de ander heeft er één. En de drielingen die houden we apart. Maar ze worden hier in de groep geboren en dan gaan ze allemaal zo'n hokje in. En hier kunnen we ze goed in de gaten houden en komt de band mooi op gang tussen moeder en lam. Dat is heel belangrijk. Want daarna moeten ze de groep in en dan moeten ze wel aan elkaar gewend zijn. Er worden nou zoveel lammeren geboren dat we niet de hei op gaan. Dat lukt niet, want dan moet je de lammeren van de hei af meenemen. Dus nu zijn we gewoon thuis, hier bij de kooi. Overdag gaan de ooien nog wel naar buiten, maar hierachter. En we gaan weer hoeden na Lammetjesdag. We hebben zondag 5 april hebben we Lammetjesdag van 11 tot 3. En daarna dan, waarschijnlijk op dinsdag al daarna gaan we weer de hei op. Met de oudste lammeren. De jongste blijven dan nog in onze oude schaapkooi staan. En daarna gaan we weer druk op de heide. Ook bij de schaapskooi op het Bargerveen is het een drukte van belang. Nou, wij denken tussen de 400 en de 500. Maar wij tellen ze niet dagelijks, dus het is een beetje een gok. Nou, als eerste lam geboren wordt, is altijd leuk. Maar als laatste lam geboren wordt, is soms nog leuker. Dan ben je van alle drukte af.